En welkom bij de geheel vernieuwde versie van de Kamer van Brabant. Een nieuw decor, een nieuwe presentator en een reeks splinternieuwe gasten uit de wereld van kunst, cultuur, sport, business, media en de Brabantse politiek. Vandaag aan tafel een criminoloog, een burgemeester, een wethouder en een transseksueel. Verder oude en nieuwe rubrieken als het Python-interview, alles klaar, her commissar, de speurtocht naar het Brabantst en de kijk op de actualiteit van de boosdoeners. Maar eerst even een kort rondje. Professor Feinhout, wat is uw allergrootste talent? Dat is een moeilijke vraag. Maar ik denk dat als ik naar mijn werk kijk, dat ik wel iemand ben die in staat is om op een vrij korte tijd complexe problemen uit elkaar te halen. En ze op die manier te synthetiseren dat een groot publiek begrijpt waar het over gaat. Nou, dat was al een ingewikkeld antwoord. meneer Van der Wiel. Meneer Van der Wiel, wat is uw belangrijkste wapenfeit als wethouder van Bokstel? Het belangrijkste wapenfeit is dat wij in een moeilijke tijd, economisch moeilijke tijd, waar we heel fors moeten bezuinigen binnen de begroting, toch nog 800.000 euro vrij hebben weten te maken om op het gebied van duurzaamheid gewoon heel forse stappen te zetten. Daarover later meer. Burgemeester Rob van Gijsel, waar heeft u het meeste spijt van in uw leven? Nou, daar moet ik echt heel diep nadenken. Want ik probeer eigenlijk het leven zo'n beetje in te richten dat je daar niet zoveel tegenaan loopt. Er zullen best wel dingen gebeurd zijn. Ik zou zo niet weten waar ik nou echt het meeste spijt van heb. Nee. Helder. Sylvia, ik ben een ijdel mens. Ja of nee? Ja, wel, ja, uiteindelijk wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Nou, mooi. Iedereen gehad. In 1981, 30 jaar geleden dus, werd er in Eindhoven in buurthuis De Rondweg een transgendergroep opgericht. Is er in die 30 jaar veel veranderd of juist niet? En daar ga ik het uitgebreid over hebben met de voorzitter van die club, Sylvia Kuipers. Sylvia, wat is nou het verschil tussen een travestiet, een transgender of een transseksueel? Eigenlijk transgender, dat is een paraplu-term die we gebruiken voor alle verschillende groepen. En als je dan kijkt naar travestiet, dan is dat iemand die volkomen tevreden is met het geslacht dat hij of zij heeft. Alleen het prettig vindt om gedurende een kortere tijd te leven als het andere geslacht. En dat kan een avond zijn, op zijn hoogste een dag, meestal niet veel langer. En wat ben jij? Ik ben transseksueel en bij mij gaat dat toch een stapje verder daarin. Want ik was dus totaal niet tevreden met mijn man zijn. Ja. Ik had een hekel aan het lichaam, het klopte niet. Mijn geest zit anders in elkaar. Wanneer kwam jij erachter dat je in een verkeerd lichaam zat? Wanneer kom je daarachter? Dat is een proces wat je ingaat. En als ik terugkijk in die historie, dan kom ik uit op zo bij mijn vijfde levensjaar dat ik mijn eerste herinnering heb van dit klopt niet. Dit is niet zoals ik het graag zou willen. En dan is het ook zo echt dat je je eigen lichaam verafschuwt, dat je jezelf, nou, dat je een zelfhaat kweekt, zal ik maar zeggen? Ja, in zekere zin wel, ja. Ja. En dat wordt eigenlijk steeds meer. En op een gegeven moment is dat dusdanig dat je wel iets ermee moet gaan doen. Ja. En dan ga je stappen onder doen. Nu is het wel goed, ja. Dat voelt ook goed. Ja, het voelt heel goed. Ja, okay. Dat is, ja. Ik kan me ook nog voorstellen dat je dan in één keer een ander lichaam hebt en dat het dan ook nog niet helemaal past. Komt dat nou, ook er gaat een heel proces aan vooraf en dan kom je je eigen wel tegen als je dan zegt van nou, ik ben transseksueel, maar je bent het niet. Want op het moment dat bijvoorbeeld de antimannelijke hormonen, in mijn geval dan, en de vrouwelijke erbij komen, dan verandert er heel veel in je stofwisseling. En bij mij klopte dat. Toen was het, nu voel ik mijn eigen goed. Want jij bent uiteindelijk geopereerd ook, toch? Dat ook nog, ja. Wat doen ze dan? Is dat een wensenlijstje van, nou, dit wil ik wel, dit wil ik niet? Nou, dat is heel plastisch uitgedrukt, maar het komt er eigenlijk wel op neer, ja. Ja. Het is, bij mij zijn eigenlijk maar twee operaties gedaan. Of ja. Twee dingen zijn tegelijkertijd gedaan. Ja. In eerste instantie heb ik mijn adamsappel laten verkleinen. Weghalen kunnen ze niet, want dat is een lichaampje dat gaat naar voren hellen in de puberteit. Dus dat is afgeschraapt zover als dat het kon. Heb je ook andere stem? Nee, er gebeurt niks mee. Je hebt de zachte stem. Ja. Ja, dat is logopedie. Oh, okay. Dus daar ben je ook weer een paar jaar mee bezig om dat een beetje te trainen. Je zegt, je hebt geoefend op een vrouwelijke stem dan?
Nou, ik heb eigenlijk meer geoefend op mijn stem anders te gebruiken. Dus om meer vanuit de buik te praten en dat er die bromtol uitgaat. Want dat doen vrouwen of dat is nodig omdat jij een man bent? En... Nee, ik ben geen man. Nee, ja, je bent niet geen man meer. Nee, maar nee, voor de operatie bedoel ik. Ja, dat is gekomen met de puberteit. Dan komt de baard in de keel. Ja. En die zit er nog steeds. Alleen ik kan dusdanig mijn stemmen gebruiken dat je daar niks van merkt. Maar nou, de meest impertinente vraag die ik me kan voorstellen nu. Je hebt geen piemel meer? Nee, die is binnenstebuiten gekeerd. Dat is een wat gebeurt daarmee? Gemaakt. Die wordt gegeven aan vrouwen die man willen worden? Nee. Heeft toch nog één keer zijn nut gedaan. Want het is naar binnen toe gevouwen en daarmee een vagina gecreëerd. Ja. Ja. En, maar bedoel, je voelt ook iets. Dat voel je nu nog steeds? Er is nog steeds gevoeld. Er is een heel klein stukje van de kop, van de penis gebruikt. Om dus bij de clitoris op die positie te zetten. Waardoor je dus ook echt een gevoel daarin houdt. Ja. Nou, en dan de mensen die, bij wie een arm wordt geamputeerd, die hebben nog wel eens fantoompijn. Heb je nog ook wel eens last van een fantoomerectie? Nee, gelukkig niet. Nee? Nee. Nou, en je had ook een partner. Nog steeds. En die heb je nog steeds. Ja. Die is er ook vandaag, Willeke. Ja. Willeke, er was een dag dat Sylvia... Wat, hoe heette je voorheen? Ik zou het niet meer weten. Je zou het niet meer weten. Dat Sylvia zei, ik ben vanaf nu eigenlijk wel klaar om Sylvia te zijn. Hoe was dat voor jou? Nou, het was niet in het begin dat ze zei van... ik ben er klaar mee, ik wil ineens vrouw worden. Er gaat ook een heel proces vooraf. Ze heeft eerst geprobeerd om als transgender te leven. Dus half rol als man, half rol als vrouw. Was vooral als ze thuis was. Yeah. Wou ze er eigen zijn. En op een gegeven moment lukt het niet om met Sylvia alleen de omswitsen steeds. Dan zag ik gewoon een droevige persoon. Yeah. En op een gegeven moment raakte ze overspannen en ze moest wel. Maar je had een man. Ja. En je kreeg er een vrouw voor terug. Ja. Mijn veronderstelling dat je dan ongewild lesbienne wordt? Eigenlijk wel. Ik heb altijd gezegd, ik hou van de persoon. En we gaan altijd kijken van, hoe gaat het verder? En je vindt hem ook nog steeds aantrekkelijk? Vind je haar nog steeds aantrekkelijk? Ja, excuus. Ja. Ik heb het ook in het begin gezegd, ik heb er ook lang over nagedacht dat ik mijn haar zo verder wou. En op een of andere manier kon ik ze toch niet missen. En we hebben het gewoon geprobeerd en tot heden zijn we nog heel gelukkig samen. Heb je een betere relatie, ik? Heb je een vrolijkere partner? Ja, dat heb ik echt. Ze is in de positieve zin veranderd. Ze is opener geworden. Eerst was ze heel gesloten en nou... legt ze ook eerder contact met mensen en praat meer over haar eigen dan. Wat ben jij geïnteresseerd over? Ja, het is een praatprogramma, toch? Ja, nee. Ik mag dat toch wel vragen. Ja, nee, absoluut. Dat is toch wel iets wat mensen boeit, wat mensen bezighoudt. Ja. Ook thuis. En ik vind het geweldig dat Sylvia, je zit er daar gewoon open en vrij en frank over praat. Omdat je je daar niet voor hoeft te schamen. Dat moeten wij veel te vaak in onze samenleving. Ja. En het is juist goed om ervoor uit te komen. En dan moet je over dat soort dingen ook praten. Want jullie zijn er allebei gelukkiger van geworden. Nou, en niet dus voor niks. Er zitten heel veel mensen zo thuis op een zolderkamertje. En dan heel stiekem met wat kleding proberen ze dan toch die beleving even te krijgen. Ja. En dat is een hele gesloten wereld. En daarom hebben we dus ook die zelfhulpgroepen. Daar, zelfhulp is gewoon weer echt een hot item. Ja, want jij bent voorzitter dus van de transgendergroep in Eindhoven. Ja, de Stichting Transgendergroep Eindhoven. Wat is nou het grootste probleem waar transgenders tegenaan lopen? De maatschappij, de omgeving. De vooroordelen die er heersen. Wat zullen de buren er wel niet van zeggen? Ja. Ik kan dat nooit gaan vertellen. Dat kan mijn ouders niet aandoen. Maar word je bijvoorbeeld ook gediscrimineerd? Ik zelf heb daar niet zo'n last van. Nee. Ik heb gewoon een aantal voordelen. Ik ben niet zo groot, redelijk fijn gebouwd. Ja, dan die hormonen doen de rest dan wel. Het zijn de uiterlijke kenmerken die je bedoelt. Ja, dus wat dat betreft kijken mensen dan daar al anders tegenaan. Ja. Kijk, als je 1,5 meter breed bent, 2 meter hoog van die spierbundels... Ja. En dan met hetzelfde verhaal komt, dan kijken mensen daar in één keer anders naartoe. Terwijl... het verhaal en het gevoel wel hetzelfde is als ik het beleef.
Ja, en mocht je nou dit zien en je denkt, nou, je zit naar de jurk van je moeder te kijken en je denkt, ah, ik herken hier iets, wat kun je dan doen? Nou, dan kun je sowieso met ons contact opnemen. Ja. Je moet naar de website gaan, www.tggeindhoven.nl. Mm-hmm. Nou, er staan telefoonnummers op, er staat e-mail op. Daarmee is met ons in contact te komen. En dan als iedereen kan die belangstellend hierin is, ook iemand die niet transgender is, kan de eerste zaterdag van de maand, buurtcentrum de Rondweg, om 8:00 beginnen we, is van harte welkom. Nou, kijk aan. Dus mocht het nodig zijn. Ja? Volgende maand hebben we nog een feestje natuurlijk met ons 30-jarig bestaan. Uiteraard, uiteraard. Nou, mocht je ook naar het jubileumfeestje willen van deze stichting, nou, bezoek het webadres en dan kom je er ongetwijfeld heel goed uit. Hij is zo'n beetje de best gekwalificeerde columnist van Nederland. En ook dit seizoen weer wekelijks present in de Kamer van Brabant. Tijd voor Wim van der Donk in Waar is de Commissaris? We zijn vandaag in Boskant. En we gaan zo op bezoek bij een hele bijzondere man, Gerard van Kollenburg. Die met, zoals veel Brabanders doen, vrijwilliger is bij de buurtbus. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, welkom. De buurtbus, waarom is dat zo'n leuk werk? Het is om twee redenen leuk werk. We kunnen mensen van A naar B vervoeren en maatwerk leveren. Maar daarbij is de buurtbus ook precies zoals de naam het zegt. Het is een bus om de buurten. Ja. Het is ongelooflijk welk mooie verhalen dat je krijgt in de buurtbus. En zeker als er maar één of twee mensen in zitten, die kunnen vertellen of ze diabetes zijn, of wat ze mee hebben gemaakt thuis. Een verhaal kwijt. Ze kunnen een verhaal kwijt. Ik wil een keer mee met zo'n bus. Ja, ik ben zeker dat u enthousiast op. Daar staat hij. Hij staat er al. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier plaats. Goedemorgen. Hoeveel mensen zitten er nou gemiddeld in de bus? Morgen zit hij vol en dan zo overdag iets minder, maar ja, een ander publiek? Ja, dan is het meestal een ouder publiek, zeg maar. Ja. 'S morgens echt meer studenten. En jullie kennen denk ik ook heel veel mensen die meegaan. Ja, er zijn echt vaste klanten, 's morgens ja. En 's avonds. En die hoeven niet meer te zeggen van, daar moet ik uitstappen, dat weet je gewoon. Ja, okay. Komt erin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, oké. Valt het een beetje, de buurtbus? Ja, eigenlijk wel. Ik zit er 3 dagen per week in, onderweg naar Bokstel, naar mijn werk. Bokstel? Dus onder deze buurtbus moest ik en de bus naar Eindhoven of Den Bosch nemen en daardoor weer de trein naar Bokstel. Ja. En dankzij de buurtbus is het dus wel mogelijk dat ik vanuit Rooi rechtstreeks naar Bokstel kan reizen. Ja, hoeveel scheelt je dat? Qua tijd, even kijken van Rooi naar Eindhoven, Den Bosch, zeker 1.5 uur, 3 kwartier met de bus. Maar nu ben ik een kwartiertje of 20 minuten en dan zit ik in Bokstel. Dat is echt een uitkomst voor jou. Ja, maar mijn respect gaat uit naar alle mensen die de buurtbus rijden, die toch vrijwillig willen doen. Absoluut, absoluut. Ik denk dat 80% van de reizigers niet weet dat wij vrijwilligers zijn. Nee? Ik denk niet. Ja, dat komt omdat het een bus is. En te denken dat wij gewoon betaald worden. Wat zou er gebeuren als we dit allemaal niet konden regelen met die buurtbus, als die er niet meer was? Ik denk dat we een groot gemis zullen ervaren. Heel veel mensen kunnen dan niet meer van A naar B, want de grote bus die komt er niet. En de mensen hebben dan zelf of geen vervoer, of zijn aangewezen op derden. We zien elkaar wel weer. Tot ziens. Dank. Hoi. Nou, dat was de buurtbus. Prachtige mensen. En we hebben gezien dat het eigenlijk helemaal niet zonder kan. Sommige mensen in Brabant zouden niet meer kunnen bewegen als dit soort mensen niet beschikbaar was om daarbij te helpen. En ze hebben er zelf ook veel plezier in. Het was hartstikke leuk om even mee te rijden. Alles klaar, ja, commissaris. Een groep Brabantse captains of industry maakt zich dusdanig zorgen over de stand van de Brabantse economie dat ze minister Verhagen een brandbrief hebben geschreven. Hier aan tafel voorzitter van die club en burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel. Meneer van Gijzel, economie is niet mijn sterkste punt, maar kunt u uitleggen wat er aan de hand is en wat u in die brief aan minister Verhagen hebt geschreven? Ja, wij zijn eigenlijk vanaf 2008 al in een redelijk stevige economische crisis. En die heeft een 1,5-2 jaar echt ook onze bedrijven getroffen. Toen hebben we heel snel maatregelen getroffen hier in onze regio, de kenniswerkersregeling. Zorgen dat de bedrijven konden blijven exporteren door daar garanties voor te geven als het over de grens gaat. Dat het ook daadwerkelijk betaald wordt. Daardoor zijn wij redelijk snel uit het dal gekomen. Ja, maar in diezelfde periode was het met de banken ging het heel slecht. En dan heeft de staat en Nederlander
tientallen miljarden voor op tafel gelegd, waar wij nu nog de bezuiniging voor hebben. Maar dat zijn anti-crisismaatregelen, dat wil het hele land toch? Waarom wil nou, het... wat er nu aan de hand is, is dat het met de bedrijven eigenlijk best goed gaat. Ja. ASML maakt het beste jaar ooit. Precies. DAF doet het heel goed, heeft 2 weken geleden haar productie verhoogd. Bij Philips, die zitten nu wel in een reorganisatie, maar hebben toch een redelijk goed jaar gedraaid. Dus waarom zouden we dit nou doen? Optimisme? Omdat we aanzien komen dat er begin komend jaar echt een stevige dip gaat ontstaan. Ja. En dan kun je wel wachten tot die dip er is. Maar we hebben van de vorige keer geleerd. De kenniswerkersregeling was een geweldige maatregel die wij hier hadden. Dat betekent dat mensen met hoge opleidingen hier konden houden. Hun productie, hun kennis hier bewaard bleef toen het weer beter ging. Langs die lijn kun je uiteindelijk heel snel weer uit dat dipje komen. Er ontstaat toch de indruk dat, dat u met uw brandbrief zegt, Brabant, graag een streepje voor. Ja, nou, misschien. Kijk, even wat er toen met die kenniswerkersregeling gebeurde was, dat de Lehman Brothers, die bank in Amerika, die viel om in september 2008. Pas in juni 2009 kregen wij de kenniswerkersregeling. Dat is dus bijna 9 maanden later. Dat betekende dat dit soort jongens en meisjes gewoon vertrokken zijn, weg zijn en die krijgen wij niet meer terug. Daar zit 10, 12 jaar opleiding in. Dus dat moet je dus niet doen. Je moet heel snel reageren en misschien even de cijfers. In rond 1995 hebben we laat gereageerd. Toen hebben we 36.000 arbeidsplaatsen verloren. Alleen al in de plaats Eindhoven. Rond 2000 hebben we wel gereageerd, maar niet op tijd. Zijn er wel maatregelen getroffen, 12.000 arbeidsplaatsen weg. In 2008 hebben wij op tijd gereageerd. Toen moest het nog wel geïmplementeerd worden, maar zaten er heel snel bij. Mm-hmm. 1.000 arbeidsplaatsen weg. Ja. Dat is het verschil. En nu, want en ik wil de brief nu... is geschreven namens een aantal captains of industry dus. Harry Hendricks van Philips, Peter Wenning van ASML, Wim van de Leegte van de VDL Groep. Kunnen zij niet voor zichzelf spreken? Jawel, maar niet op alle punten. Nee, zij kunnen niet voor zichzelf zomaar dit roepen. Want dan, als ik ga zeggen van, we verwachten dat het komend jaar niet iedereen even goed gaat. Ja. En iemand van bijvoorbeeld een specifiek bedrijf doet dat. Dat zijn allemaal beursgenoteerde bedrijven. Dat mogen ze niet zeggen. Ja, en dan hebben, maar dan hebben we ook nog het MKB. Daar geven we altijd hoog van op dat het heel belangrijk is. Maar die zie ik niet onder de brief staan. Nee, maar kijk, dat zijn ASML bijvoorbeeld bestaat niet uit één bedrijf. ASML bestaat uit 330 bedrijven. Dat realiseren we ons niet, maar dat is dus de Brainport, de ware Brainport. 330 bedrijven die allemaal een klein stukje maken, ja, wat bij ASML in elkaar gezet wordt. Wat we zien is dat de orderportefeuille, die is nog redelijk gevuld, maar de bevestiging daarvan blijft uit. En dat betekent dat we grote risico's lopen in de komende maanden. En dan is dus de vraag, hoe gaan we daar nou mee om? Als we op een gegeven moment ASML iets zou moeten leveren naar China en er komt geen exportkredietgarantie, dan gaat die levering niet door. Ja. Zou het niet beter geweest zijn om de brandbrief naar Brussel te sturen? Want goeie ik vraag. Denk dat we in Nederland natuurlijk toch echt wel niet meer de illusie moeten hebben dat we op een eiland zitten, maar dat we in Europees verband veel krachtiger op moeten treden. Ja, dat is ook zo. En nou, dat misschien precies rondom die krediet, dus die kredietverstrekking, die exportkredietgarantie. Frankrijk en Duitsland hebben nemen maatregelen die wij dus niet nemen. In 2008 hebben die gewoon door, zijn die gewoon doorgegaan met die exportkredietverzekering die wij niet konden krijgen. Dat vraag maar van de Leegte, daar heb ik veel over gesproken met hem. En hij baalde, hij kon zo bussen leveren aan Oman en aan andere staten en hij kreeg er geen verzekering voor. Wat ze in Frankrijk en Duitsland dus wel deden. Maar u heeft gelijk, de euro is een extra crisis. En daarom heb ik deze brief ook gestuurd. Kijk, in 2008 had de Nederlandse staat redelijk veel vet op de botten. Die hebben banken overeind gehouden voor tientallen miljarden. Ik heb het niet over tientallen miljarden. Ik heb het over tientallen miljoenen, ja, waar we naar moeten kijken. Nog steeds substantieel is natuurlijk. Zeker, maar dan vaak leningen die ook terugbetaald kunnen worden. Als nu dadelijk de dip komt, dan is er niemand die bij kan springen. Ja. En als we dus niet op tijd zijn met onze maatregelen en gewoon gaan wachten, dan wordt die onnodig diep. Wij doen iets heel knaps. Hè? Wij doen met 4% van de bevolking 23% van de export, ja, in Nederland. En als we niet exporteren, dan kunnen we ook niet importeren of we moeten dat geld daarvoor lenen. Dat is wat Amerika, ja, doet. Nou, daar word je alleen maar nog boerder van. Dus het is ontzettend belangrijk dat wij onze export overeind houden. Wat ik van de minister vraag is, help ons nou even om dat goed te regelen. Die bedrijven, ja, vragen in eerste instantie niet om geld. Die bedrijven vragen om te kunnen blijven produceren, de mensen hier te houden en te exporteren, zodat we met elkaar onze welvaart een beetje op peil kunnen houden. Nu heeft de minister al een reactie gegeven. En hij laat weten dat hij, en dan moet ik even citeren, dat hij de zorgen deelt, maar dat hij geen voorstander is van een nieuwe taskforce. Op diverse fronten komt het ministerie de ondernemers al tegemoet. Bijvoorbeeld met de 10% belastingkorting voor innovatieve bedrijven. Dus u krijgt nul op request. Wat nou?
Nou ja, we gaan. Kijk, ik heb natuurlijk wel nog regelmatig contact met hem, dus we gaan er nog wel even over doorpraten. Het is niet iets om meteen op je rug te gaan liggen. En de minister heeft hartstikke gelijk als hij zegt, je moet de crisis niet over je afroepen. Maar je moet je ogen ook niet sluiten op wat er gaat komen. En die les hebben we in het verleden geleerd. En ik denk dat ik in de komende dagen met de minister nog genoeg contact heb om daar samen op uit te komen. Nou, we zijn uiteindelijk ook nog hier in Eindhoven de slimste regio ter wereld. Dus dat gaat ook nog wel iets opleveren wellicht. Dank je wel, alvast. Dan gaan we door naar de andere serieuze onderzoeksjournalistiek. En dat is volgens de critici tegenwoordig een ondergeschoven kindje in de Nederlandse media. En daarom doet de Kamer van Brabant daar wat aan. Onze sterverslaggevers Jeroen en Martijn gaan vanaf nu elke week op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is het Brabantst? Hallo, ik ben Jeroen. Hallo, en ik ben Martijn. En dit is Brabantst. Samen gaan wij op zoek naar het meest Brabantst wat er maar is. Ja, en hiervoor gaan wij met deze zwarte auto op ontdekkingsreis. Kriskras door Brabant. Maar misschien ook wel daarbuiten. We zullen op plekken komen die jullie al kennen. Groningen bijvoorbeeld. Maar ook op plekken die jullie juist helemaal niet kennen. Hier bijvoorbeeld. Maar hoe weten we nu waar het meest Brabantst aan moet voldoen? We vragen het aan allemaal mensen op straat. Want wie weet er nu beter wat het meest Brabantst is dan de mensen op straat? Ja, en met die antwoorden gaan wij de officiële Brabantst controleerlijst maken. En met die lijst gaan we elke week naar een andere plek, voorwerp, situatie of persoon. In Brabant, ook daarbuiten. En zo weten we straks. Wat is het Brabantst? Zou je mij kunnen vertellen wat u het meest Brabantst vindt van alles wat er bestaat? Van hier gewoon in Brabant. Van hier tot ergens anders. Ja, ik zou niet weten wat Brabantst. Van heel de wereld. Gemoedelijkheid? Iets is heel Brabantst, ja. Mag ik daar ook op schrijven? Ja, voor mijn gerust. Ik nu opschrijven, ja? Ja. Fietsen. Dankjewel. Okay. Tot ziens. Hoi. Dag. Hey. Wat vindt u van al die jaren die u geboren bent, en het alles meest Brabantst tot nu toe? Ik vind, nou, op het moment vind ik dat we zo vrij overal mee kunnen zijn. En wij moeten ook veel meer overal op passen. Ja. Deze twee dames vinden van vroeger uit vrijheid een typisch, echt meest Brabantst iets. Vrijheid. Dat is. Ja. Wat vinden jullie het meest Brabantst wat er maar is? Worstenbroodjes. Worstenbroodjes. Poeh, waar zou Brabantst hier zijn? Op straat, waar je rondloopt of eet? Wat moet ik zien? Of wat u zelf alles, vindt? Alles. Alles wat Brabantst is. En dan het meest. En dan ook nog het meest. Lekker eten. Wat voor eten? Lekker pilsje drinken. Wat voor eten dan? Wat voor eten? Wat voor eten? Ja, worstenbroodjes natuurlijk toepasselijk, hè. Wat vind jij het meest Brabantst? Het meest Brabantst? Het. En diezelfde vraag geldt ook voor jou. Een worstenbroodje. De Brabantst controleerslijst is compleet. Ja. En Guus Meeuwis komt er sowieso op te staan, samen met worstenbrood. Vanaf nu gaan wij op zoek naar het Brabantst. Ik was van de zomer op vakantie in de Ardèche en daar zag ik overal woedende protesten tegen het boren naar le gas de schiste, oftewel schaliegas. Dat staat ook in Brabant te gebeuren, maar tot op heden zijn de reacties van de Brabanders vrij lauw. Maar is dat terecht? En daar heb ik het over met wethouder Peter van der Wiel uit Bokstel. Welkom. Meneer van der Wiel, wat is schaliegas? Schaliegas is gewoon aardgas. Dat hetzelfde gas wat in Slochteren gewonnen wordt, wat ook al in Brabant gewonnen wordt in Waalwijk. Maar daar wordt het gewonnen in een soort zandsteen, kalksteen. Ja. En dit aardgas wordt gewonnen in schaliegesteente. Dat is een heel hard gesteente dat op 3-4 kilometer diepte in de grond zit. Ja, om dat een beetje zichtbaar te maken hebben wij daar een filmpje van. We zien hier een grote boorinstallatie. Daar gaat de boor de grond in. Die maakt het gat. Daar komen uiteindelijk explosieven in. Die maken de openingen. Nee, zeg ik het verkeerd?
Nou, explosief is... onder hoge druk wordt water met chemicaliën in een schaligsteen gespoten om daar kleine scheurtjes te krijgen. Ja. Minuscule scheurtjes waar zandkorreltjes in gespoten worden die de scheurtjes openhouden zodat gas eruit kan stromen. En u heeft een film mij geleerd, de film Gasland, dat daar een verschrikkelijke hoeveelheid chemische, er gaat gewoon een chemische bom in van ongeveer 600 chemicaliën. Er is een lijst met een 500 zoveel chemicaliën die gebruikt mogen worden in zo'n proces. Ja. Alleen het bedrijf dat in Bokstel de proefboring wil gaan uitvoeren, heeft aangegeven die willen transparant zijn. Hebben ook aangegeven welke chemicaliën. Ja. Het zijn er twee die ze gaan gebruiken, maximaal twee. En de kans is aannemelijk dat ze één van de twee niet gaan gebruiken. Ja, maar wat gebeurt er als die chemicaliën in de grond komen? Nou, dat is natuurlijk in feite het belangrijkste. Het gaat er eigenlijk niet om welke chemicaliën. Het voornaamste is dat je zeker moet hebben dat de chemicaliën niet in de omgeving gaan komen. Ja. Dat er genoeg veiligheidsvoorschriften zijn om te voorkomen dat het milieu daarmee belast wordt. Maar kun je die dan weer uit de grond halen? Of blijven die achter? Chemicaliën. Chemicaliën wordt een gedeelte, want die worden gebruikt met name in het water om het water wat vloeibaarder te maken en de zandkorrels in het gesteente te krijgen. Maar er komen geen chemicaliën in het grondwater? De chemicaliën in ieder geval is ons verzekerd, even voor alle duidelijkheid. Het betreft hier een proefboring. Een proefboring. Het is nog niet zeker dat het allemaal doorgaat. Maar ja, gaat u verder? Nee, maar goed, de Rijksoverheid die garandeert in ieder geval via de mijnbouwwet dat er voldoende waarborgen zijn om dit soort zaken veilig plaats te laten vinden. En hoe komt de overheid bij Bokstel terecht? De overheid heeft concessies afgegeven in heel Nederland over verschillende gebieden waar de potentie hoog is ten aanzien van schaliegas. Ja. In Brabant is met name een concessiegebied afgegeven aan een Engels bedrijf. En Cordilla. Jullie zijn daar blij mee ook of niet? Voelen jullie vereerd dat het mag gebeuren in Bokstel? Nou, ik heb steeds gezegd, Bokstel heeft niet het hogere doel om de eerste gemeente in Nederland te zijn waar een schaliegas... Daar ziet het alleen wel naar uit op dit moment. Dus, maar op de vraag van of wij blij zijn of ons vereerd voelen, dan kan ik zeggen nee. Krijg je niet instabiliteit van de grond, hè? Want het zit in blaasjes opgeslagen, die moet je openbreken. Op 3-4 kilometer. 3-4 kilometer diep. Maar je krijgt natuurlijk dus wel ook nog wel een breukvlak, hè? We hadden niet voor niks pas een aardbeving hier. Maar je krijgt, dat gas moet eruit, dat moet je massaal doen, want anders hoef je dat gas niet te exploreren. Gebeurt er niet dat er een enorme dikke laag is van honderden meters die instabiel is? Nee. Tenminste, zoals de technische mensen mij hebben verzekerd. En dat het gewoon een unaniem geluid. Daar leunt u op? Daar vertrouwt u op? Ja, ik veronderstel dat niet verwacht wordt dat ik de technische... Ik zeg het met name, want we hebben een beeldfragment uit wat er in Amerika onder andere gebeurt. Deze meneer tapt water. Het water, ja. Die houdt er een aansteker bij en het ontvlamt. Omdat in het grondwater zit dus schaliegas. Ja. Wat is de kans dat het in Bokstel gebeurt? Alle geluiden die ik hoor van de technische mensen, TNO is erbij betrokken, de Technische Universiteit van Delft is erbij betrokken en allerlei andere instanties die verzekeren dat waar het in Amerika misgegaan is, dat heeft te maken met menselijk falen, falen van toezicht en falen van eisen die er omheen gesteld worden. Ja. Meneer Vergijzel, de overheid komt bij u langs en zegt, onder Eindhoven, daar ligt een extra grote hoeveelheid. Ja, maar je moet naar kijken. Kijk, bij dit soort dingen zijn toch wel risico's aan verbonden. Hè? Dus je moet echt goed nagaan of het technisch kan. En technische garanties, ja. Dus ik vind het wel verstandig dat er proefboring is. Want technische garanties zijn in het verleden nog niet altijd een echte garantie gebleken te zijn. Ja. Dus je moet echt, en wat er hier gebeurt, is dat deze mensen een hele lage gasrekening hebben. Want gas halen ze gewoon uit de kraan. Maar tegelijkertijd zijn ze wel opgeschreven met een onoplosbaar probleem. Want hun grondwater is dus definitief nu echt, het is doorbroken. Mm-hmm. En het gas gaat gewoon in het grondwater. En dat is ook wat ik vroeg, krijg je niet instabiele lagen en ben je wel in controle? En wat natuurlijk ook interessant is, wie krijgt de opbrengst hiervan? De Nederlandse overheid is voor 40% neemt deel in de proefboring. En mocht het. En de mensen in Bokstel?
Krijgt in Boxtel. Zie je daar iets van terug? Nou, ten aanzien van winningen, wij hebben heel expliciet afgesproken, proefboring, daar verleden we de vergunning voor, maar de winningsvergunning, dat is een heel ander traject, dus daar hebben we geen enkele toezegging gedaan. Creëert het banen wellicht? Beperkt. 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 Dat kan geen argument zijn om het te doen. Iedere week laten wij de boosdoeners los op de actualiteit. En deze week geven zij op ludieke wijze hun mening over de schaliegaswinning in Boxtel. Boxtel hoog ontvlambaar dus, volgens de boosdoeners. Heeft u nou zelf ook persoonlijk nog twijfels? Twijfels in zoverre dat wij zeggen, wij willen een degelijk onafhankelijk onderzoek. Hebben we gezegd, voordat er uiteindelijk aan de proefboring gestart wordt. En vooral ten aanzien van de lichte trillingen, want we moeten ook reëel zijn wat er aan de hand is. Er zijn lichte trillingen in Engeland geconstateerd. En wij hebben gezegd, daar moet gewoon duidelijkheid over ontstaan en gegeven worden voordat de proefboringen in Boxtel plaats kunnen vinden. Nou, die zaak die blijven we volgen. Dank u wel. Het leven is een achtbaan. Soms ga je omhoog en dan kiep je weer met een rotvaart omlaag. En als je pech hebt, dan ga je daarna ook nog eens een keertje 3 keer over de kop. In de Kamer van Brabant wekelijks een bekende Brabander in de Python over zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. En vandaag is dat Arma. Ben ik de man? Zo, Arma, ben je bang? Nee. Heb jij al een... Ik hou van kermis. Grote joint gerookt voordat we hier ingingen. Ik heb een pijp gerookt, ik rook altijd chillens. En we gaan het hebben over je hoogte- en dieptepunten. Ja. En jouw hoogtepunt was natuurlijk 45 jaar geleden. Wat vind je daar nou van? Vind ik leuk voor mij en mooi kut voor de maatschappij. Want? Want er is in al die jaren niks veranderd, weet je wel. En de mensen die zouden wat beschaafder worden. Heb ik de gedachte in de hippe tijd, maar ja, ze zijn nog gemeener tegen elkaar dan daarvoor, weet je. Oké, maar jouw hoogtepunt was dus 45 jaar geleden. Hoe uitzicht dit? Nou, auto's. Compleet gekhuis. Ik kocht een grote auto. Ik maakte 20 optredens op een weekend. Ja, en aangezien je ook naar bed moet, ben ik maar aan de speed gegaan. En deed je toen dingen die je anders nooit deed, tijdens je hoogtepunt? Nou, ik heb zo'n beetje alles gebruikt wat er... wat er voorhanden is. En was dit voor jou een jongensdroom? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik had eigenlijk architect willen worden. Welke dromen zijn er in al die tijd verloren gegaan? Verloren? Ja. Nou, eigenlijk niet zoveel. Nou, daar gaan we allemaal. Ja. Vertel me eens iets over jouw dieptepunten. Nou. Kom op. Ik heb eigenlijk geen dieptepunten. Natuurlijk heb je wel dieptepunten. Welke offer heb je moeten maken om hier te kunnen staan vandaag? Mama! Oh, dat is fijn. Wacht, kou, slijt, roer en honger. Dat is mijn deel. Maar wat is je grootste angst? Mijn grootste angst? Woehee! Yeah! Woehee! Woehee! Ik ga wel even scherp blijven. Wat is je grootste angst? Dat de niet top is. Dat de niet top is. Maar waar heb jij nou spijt van? Nee, ik heb er echt spijt van. Nou, wat is je allergrootste wens? Mijn allergrootste wens? Om 124 te worden. 124 jaar? Ja. Nou, dit was de achtbaan des levens. Heb jij nog een levensmotto? Ja, pluk het moment, want de hele dag lukt je toch niet. Dankjewel, allemaal. Ja, jij ook. Dat was Armand, geïnterviewd door onze femme fatale Isabel. Meneer Van Gijsel, Armand vroeg ook nog of je al een wietpas kon reserveren. Oh ja, dat weet ik niet, moet hij bij de minister van Justitie zijn. En daar weet hij al Feyenoord alles van. Juist, want dat is de bekendste en meest geconstateerde criminoloog van de Benelux. En die gaat met pensioen. Professor Cyriel Feyenoord uit Tilburg. Welkom. Een criminoloog. Zijn er criminelen die staan te juichen dat hij afscheid gaat nemen?
Nou, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Ze zullen niet zo rechtstreeks niet zo heel veel van mij merken. Dus, misschien zijn ze zich er helemaal niet van bewust. Hè, dat ja. Wat, even voor de duidelijkheid, bij een criminoloog daar kan ik een CSI-agent zien, maar dat is het vast niet. Je kunt niet. Er de gekste dingen bij je in het hoofd halen. Wat maar, doet u zoal? In het beginsel is het toch gericht op delicten zelf, plegers van delicten. De reactie op het plegen van delicten, dus politie, justitie, gevangeniswezen, reclassering. Ja, want u heeft ook geholpen bij de moord op Pim Fortuyn. Wat was daar bijvoorbeeld uw rol? Nou ja, pas op, ik heb niet bij de moord op Pim Fortuyn geholpen. Nee. U kunt mij wel veel beschuldigen, maar dit hiervan zeker niet. Maar ik heb dus wel het onderzoek gedaan naar de veiligheid en de beveiliging van Pim Fortuyn tot die fatale 6e mei. Ik werd op 7 mei 2002 werd ik gebeld. Omdat men wel de noodzaak zag van een grondig onderzoek naar de veiligheid en de beveiliging van Fortuyn voor die 6e mei. En dus enkele weken later ben ik met een commissie, hebben wij 7 maanden knoeihard gewerkt om boven tafel te krijgen hoe het met zijn veiligheid was gesteld en ook met de maatregelen die werden getroffen. En voor mij als leek klinkt dat enorm lang, 7 maanden, om te kijken. Maar nou, dat is omdat het wetenschap is. Nee, dat is omdat je gewoon in zo'n onderzoek geen fatale fouten kunt maken. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld met zich meegebracht dat ik bij het Instituut voor Beeld en Geluid alle clips heb teruggevraagd. Vanaf 21 augustus 2001, toen hij meldde in de pers dat hij eigenlijk onze nieuwe premier zou worden, heb ik alle clips opgevraagd van Hilversum. Over hem, met betrekking tot hem, met name in de hoek van veiligheid en beveiliging. Ja. We hebben alle dag- en weekbladen, dag voor dag, nageknipt om alle sporen en indicaties te vinden die zouden kunnen wijzen op veiligheidsproblemen in zijn omgeving. Dus dat is een hele klus om dat goed te doen. En je moet tijd nemen om de nodige kwaliteit te kunnen garanderen. Dichter bij huis, de criminaliteit in Brabant, heeft u natuurlijk ook vaak mee te maken. Want Eindhoven heeft 3 keer op nummer 1 gestaan als de meest criminele stad van, Nederland. Pardon. Ja, ik was net burgemeester 2 weken of 3 weken en toen kwam opnieuw de uitslag dat wij nummer 1 stonden. Ja, en waar staan we nu? We staan nu op 6 en ik heb goede hoop dat die stijging... Nou, ik vind ook dat je wat Eindhoven betreft, ik heb ook in een paar maanden geleden nog eens uitvoerig kunnen spreken met 2 politiecommissarissen hier uit Eindhoven, die me ook hebben uiteengezet wat met onze aanbevelingen gebeurd is. Ik moet zeggen, dat kan ik overzien. Ik weet ook wel wat de gemeente doet, dat men echt wel een grote inspanning heeft geleverd om toch met de problemen beter de baas te kunnen doen. Maar is, mogelijk is, is mijn constatering juist dat Brabant voornamelijk te maken heeft met drugscriminaliteit? Merkwaardig is en blijft toch dat een aantal Belgische gemeenten, Brabantse gemeenten, dat een aantal Brabantse gemeenten, ik praat even goed over Tilburg, over Eindhoven, als het over Den Bosch, toch vrij hoog in die ranking staan. Maar wat doen we daaraan? Wat wij als bestuurders doen, is proberen dat criminele ondernemerschap zoveel mogelijk te ondermijnen. Dat ze er geen winst aan overhouden, dat het niet meer leuk is, dat ze denken, we kappen ermee. Want in Brabant moet je niet zijn als je crimineel bent. Nou, heeft meneer Feyenoord heeft daar een hele mooie theorie over. U zegt, we moeten gewoon onderhandelen met die criminelen. Nee, dat zeg ik niet in die brede zin van het woord. Hè. Mijn standpunt over deze zaak is, als Brabant een ernstig probleem heeft in de sfeer van de productie en de handel, en ook voor een stuk in de distributie van verdovende middelen, en dan praat ik even goed over synthetische drugs, als over cannabis, en we kunnen het ook nog hebben over cocaïne en ook nog wel een beetje over heroïne. Dat kun je niet oplossen met de onderhandelingen, daar geloof ik helemaal maar niet in. Maar dat is wel een van uw stokpaardjes, toch? Nou, een van de punten is dat als je in de strafrechtelijke dimensie zit van de aanpak van dit soort vraagstukken, dat je op een punt kunt komen dat eigenlijk criminele groepen een dergelijke machtspositie hebben kunnen ontwikkelen, dat eigenlijk de normale, gangbare strafrechtelijke onderzoeksmethodes daar eigenlijk op afketsen. Meneer Feyenoord, wat vindt u van de wietpas van meneer Vergijzel? Want hij wilde eigenlijk nog niet zoveel over kwijt, weet ik. Ik wilde best iets over kwijt. Nou ja, kijk, het drugsprobleem in Nederland kent vele kanten. Kunnen we hier allemaal niet bespreken. Maar als je iets wilt doen aan de toeloop van buitenlandse kopers op de Nederlandse drugsmarkt, en met name gerelateerd aan coffeeshops, en dat neemt dergelijke vormen aan dat burgemeesters in Roosendaal en Bergen-op-Zoom en in andere steden eigenlijk met de handen in het haar zitten, dan is de wietpas een middel om dus, laten we zeggen, te voorkomen dat buitenlandse kopers op in de Nederlandse coffeeshops komen, terwijl je aan de andere kant de eigen gebruikers uit de eigen streek toch een faciliteit biedt om dus in die gedoogde setting te blijven kopen en ook te blijven gebruiken. Maar bij ons zijn die buitenlanders niet het probleem, hoor.
Bij ons zijn is echt de achterkant van de coffeeshop het probleem. Daar zien we dus echt grote criminele organisaties waar ik mij buitengewoon veel grotere zorgen over maak en die ik ook echt aan wil pakken. En dat kun je dus doen door eigenlijk, en ik heb dat wel eens eerder voorgesteld, koppel nou de kweek dan aan zo'n coffeeshop. En dat kun je dan niet zomaar toelaten, want dan, als iedereen dan die coffeeshop inloopt, dan heb je weer andere problemen. In dat kader zou ik zo'n pasje graag zien. Maar het gaat mij niet om de buitenlanders. Die hebben wij bijna niet. Dat is een enkel percentage. Nee, hier anders, hier gaat het echt om gewoon die criminele netwerken. Ja, deze discussie lossen we hier aan tafel niet op. Lossen we hier niet op. Nee. Die lossen we hier niet op. Meneer Feyenoord, wat gaat u vanaf nu doen? Wellicht een ministerspost? Nee, ik ga 5 boeken schrijven in de komende 10 jaar. Ah, kijk aan. Nou, dat is ook meer dan interessant. Zie ik graag tegemoet. Dat was het voor vandaag. Ik dank al mijn gasten. Volgende week zijn we er weer. En dan onder andere hier aan tafel de Nederlandse enige echte gangsterrapper Campy. Heeft u tips, opmerkingen of wilt u in het publiek? Mail dan naar kamervanbrabant@omroepbrabant.nl. Tot volgende week. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.